Daar het goede paasje. Bal in één keer door Chacon meegegeven. Weer aan de zijkant. Weer het schot. En weer de redding van Swinkels. Schot komt weer van Bijl. Klein half uur nog. Emme, zoals bekend, recordhouder gelijke speler, krijgt hier de gelegenheid op. Een treffer via Bilate. Scheidsrechter Van der Lauw geeft er een penalty voor. En dit is Ferdy Druijf. Maar de redding is uitstekend van Ruud Swinkels. En zo is er geen gelijkmaker voor Jong AZ. En is hij, Swinkels, de gevierde man. Kluivert. Kluivert. Ah, lekker actie. Kluivert. Ja. En weg is Horsten. En de goede reflex van de doelman van Eindhoven. En dus MVV kan op gelijke hoogte komen met Okita. Nee, Swinkels. En wat ben je dan belangrijk, zeg. Ruud Swinkels voorkomt de gelijkmaker van MVV. Lage bal is gevaarlijk. En daar is het, een fraaie redding van Swinkels op een schot van, ja, wie anders zou je zeggen. En Vicento gaat zelf achter de bal staan. 18e minuut. Miraculeuze redding van Swinkels. En ook deze bal gaat er niet in. En zo is het bijzonder interessant in de sneeuw in Helmond. Paasje van Swiebe. Cairo met Van Bellen. Voorzet is prima van Cairo. Het overstapje. Lamucci met de kans, zeg. Wat een onvoorstelbaar goede redding van Swinkels. Lamucci heel dicht bij de openingstreffer voor AGOVV. Maar Swinkels weet dat te voorkomen. Václav Tjerny, die hier opnieuw de bal krijgt. En dan vrije doorgang heeft naar Swinkels. En een uitstekende redding daar, zeg, van Ruud Swinkels. Hier is Jensen weg. Ja. Swinkels zo. Ja, terecht. Al was het een corner, die moet je nu alsnog niet geven natuurlijk. Als je hem op zo'n manier voorkomt. Schitterend.